Zeven Heuvelenloop is er natuurlijk voor volwassenen. Maar er is ook een mini Zeven Heuvelenloop voor kinderen. Op Vrije School De Meander in Nijmegen doen een aantal leerlingen mee. Ik ben Donna. Ik ben Lotus. Ik ben Loes. Ik ben Eva. Ik ben Minge. Ik ben Robin. En wij doen mee aan de mini Zeven Heuvelenloop. Yay! Voor sommige leerlingen is het de laatste keer dat ze mee kunnen doen. Ik vind het wel leuk gewoon om te rennen. En ja, ik zit nu ook in groep 8, dus dan kan ik volgend jaar niet meer. Dus ja, dat vind ik ook leuk. Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen. Of nou ja, druk? Ik ga vanmiddag hardlopen, 4 kilometer met Donna. En zo ga ik me voorbereiden. Voor vorig jaar had ik vooraf ging ik met mijn vader altijd trainen. En nu doe ik dat tijdens de hockey. Nou, dat je bij het begin niet alles meteen gaat geven. Want als je dan meteen heel hard gaat rennen en je bent bij de finish, dan ben je helemaal uitgeput en dan kan je niet meer verder. Ze hebben er vertrouwen in. Tot zaterdag! Op zaterdag lopen de leerlingen in het donker. Eerst hebben ze een warming-up. Ja, gewoon even rennen, een beetje op je plaats rennen. En dan doen alsof iemand moet ontwijken terwijl je rent. De ouders zijn natuurlijk trots op hun kinderen. Helemaal super tof. Gewoon al ze oefenen daarvoor en dan samen een beetje hardlopen. Ja, dus sport is altijd goed. Ja. De kinderen hebben er zin in. Ik ga ook met Eva en Loes rennen en dan is het ook gelijk wat gezelliger. Leerlingen lopen in hun eigen groep en per groep kunnen de jongens en meisjes apart een prijs winnen. Nou, ik ben echt heel veel steek in mijn zij heb ik. Beetje pas met ademhalen. Ja, af en toe moest ik wel gewoon zeggen van aan de kant, maar voor de rest ging het wel goed.